In de afgelopen weken hebben tientallen ouders en kinderen online hun zangtalenten laten zien. Het doel? Zo'n felbegeerde plek in de liveshow van Jij en Ik. 20 duo's zijn uitgekozen voor een speciale workshop van zangcoach Babette Labij. Voor één koppel staat het plek in de liveshow al vast. Hun clip krijgt online de meeste views. De 20 andere duo's moeten vandaag Babette overtuigen dat ze fantastisch kunnen zingen. Want welke 10 duo's gaan door naar de volgende ronde? En krijgen een masterclass van Angela Groothuizen, Shaker en Victor Reinier. En jij en ik duo moet natuurlijk kunnen zingen. Muzikaal, enthousiast, creatief. Ik vind het wel spannend, maar ik heb er wel ook echt heel veel zin in. Ja, zenuwachtig een beetje. Spannend vind ik het. Ja, prima. Ik ben op zich al gewend om op te trainen. Dus. Ik weet niet hoe het bij jou zit. Maar. Ik ben niet zo gewend om op te trainen, dus ik vind het wel spannend. Ik denk dat als we het goed doen, dat we dan wel een grote kans hebben bij de top. Nou, wat echt een valkuil is, dat mensen alleen maar bezig zijn met welke noot moeten kraken. En dat ze vergeten waar de tekst nou eigenlijk over gaat. En ik dacht, dat is hem. Ja, 1, 2, 3. En ik dacht, oeh, oeh. Hallo. We gaan een hele leuke dag tegemoet. Het is natuurlijk spannend, dat begrijp ik. Want niet iedereen, niet elk koppel gaat helaas naar de live show. Er zullen een aantal afvallen en we nemen er 10 mee. Maar laten we het vooral heel erg leuk hebben, want we staan hier natuurlijk allemaal voor één doel en dat is War Child. Dus we gaan met z'n allen lekker muziek maken, we gaan zingen, ik ga jullie helpen en we gaan gewoon een mooi, fantastische middag met elkaar beleven. Voordat we daarmee gaan beginnen hebben we nog een boodschap voor jullie van een goede vriend van mij en de beste zanger van Nederland. Welkom, wat goed dat jullie hier allemaal zijn vandaag. Gefeliciteerd. Jullie kunnen allemaal zingen, maar Babette gaat proberen jullie vandaag nog een beetje beter te maken, want jullie maken kans op een masterclass van Angela Groothuizen, Victor Reinier en Shaker. Toch zullen een aantal van jullie nog af moeten vallen, maar dan wel met een ervaringrijker. En wie weet zie ik jullie dan straks op dat hele grote podium. Succes vandaag! We gaan lekker staan, rechtop, schouders laag. En dan beginnen we eens met een lage G. Ook voor de kinderen en voor de dames. Wauw. Het lijkt wel het Noord-Amsterdamse kerkkoor. Dus een rechte noot. Stop. Het is toch best wel bijzonder dat je gewoon hier bij de workshop bent met Babette Labij. Wat is dit? Gewoon de manier waarop ze alles draaiden, zeg maar. Het was niet eens één tip, maar eigenlijk alle dingen die we samen zagen van haar, waardoor je dan ziet hoe mooi je kunt klinken. Dus dat was wel tof. Maar dan, het moment van de waarheid. Welke koppels weten Babette te overtuigen met hun zangkunsten? Ik wil gewoon een gevoel krijgen van jullie allemaal. En dan is het allerbelangrijkste dat ik mensen zie die plezier hebben, die durven te zingen. Laten we eens even beginnen met Teun en Willem. Als eerste komen, ja, het is natuurlijk wel even schrikken. Ja, dat vond ik echt wel heel spannend. Ja. Overviel ons ook een beetje. Je denkt toch als je gaat zitten van nou, laten we eerst de kat een beetje uit de boom kijken, kunnen even kijken hoe de rest het doet, maar ja, we gingen meteen. Shorty get down, good lord. Baby got him open all over town. Volgens mij ging het gewoon heel goed. Er gingen weinig dingen fout. Ze stonden gewoon soepel op het podium. I like the way you work it. No diggity. Damn, I got the bag it up. Alsof we gewoon thuis in de woonkamer waren. Since I've come on home, well my body's been a mess. Would you let me see beneath your beautiful. Als ik zwijg,
wil ik zoveel zeggen, veel meer zeggen. Het blijft ongelooflijk ontroerend om een ouder met zijn kind te zien zingen. Ik bedoel, daar kan je eigenlijk nooit wat fout mee doen. So I'm gonna love you, like I'm gonna lose you. Toen ik begon met zingen, toen liet ik de stress los. Toen voelde ik me weer helemaal rustig. Ik geef een kus, ik geef je sleutels en jack. Maar ik mis je zo graag. Het is oké als je gaat, want ik mis je zo graag. Ik vond dat hij het ook wel goed deed. Gelukkig maar. Nou, die heb ik weer verdiend voor vandaag. I got faith in you, baby. I got faith in you now. Ja, het ging wel goed, volgens mij. Ja, het was leuk. Het ging heel goed, ja. Light is in the air, find it over there. Let me see a care and it feels like magic. Ik was zo zenuwachtig, maar mijn dochter was zo relaxed. En ze zag dat ik zenuwachtig was. En wat deed je? Hand vasthouden. Ik word wakker in een vreemde stad. Dankzij dat de wakker altijd is. Ah! Papa ging een beetje de fout in, hè? Ja, voor mij geeft dat niet heel erg, want het was wel heel erg leuk om te doen. Ik weet het niet meer. Oh nee, waar moest ik beginnen? Oh, ja. Ik hoorde één toon dat ik dacht, ja, die herken ik. En toen wist ik weer wat ik moest doen. Time is a reaping and dancing on to your heartbeat. Voor sommige kinderen zal nooit meer een mogen zijn. Hoe zou je voelen als de dag aan het zorgen zijn? Shake it off, shake it off. Er ging eigenlijk niet heel erg veel mis. Mensen bleven gewoon recht overeind, lieten zich niet gek maken. En als er iets mis was, dan pakten ze het weer op. Voor mij de verschrikkelijke moeilijke taak om hier een keuze in te maken. Ja, ik zou het niet weten als ik lekker Babette was. Steeds meer dacht ik van, dit wordt wel moeilijk. Het wordt wel moeilijk om door te gaan. We hopen het wel. We hopen het wel, maar ik denk dat iedereen gewoon een kans maakt. Anders sta je hier. Wat doen we als we door zijn? 3, 2, 1. Ja! Als we door zijn, gaan we uit eten. Ik denk sowieso wel dat wij bij de laatste 10 komen. In het allermooiste geval staan we op 14 juni. Wanneer zij 10 wordt, staan we op het podium met Marco. Dat zal wel heel tof zijn. Dat was een pittige vergadering met mezelf. Ik heb een keuze gemaakt. Er kunnen maar 11 koppels door naar de masterclass. Zometeen gaan jullie per koppel door het poortje. En als het poortje op groen gaat, ben je door. En als het poortje op rood gaat, dan is helaas dit avontuur voor jullie afgelopen. Heel veel succes. Girl. Ja, toen liepen we dat poortje af en het zweet stond in allebei onze handen. Maar, ik ben nooit zo zenuwachtig in mijn leven geweest. Yes! Joho! De zenuwen gieren door mijn lijf. Spannend, spannend, spannend. Ja. Helaas. Het is goed. Je hebt het heel goed gedaan. Waarom zou ze zo trots zijn? Yes! Ontzettend spannend, echt. Dit maak je nooit mee. Yes!